Oké, iedereen blijft nu stil. Rick neemt op en Rick doet zo de intro. Klaar. Hallo mensen van Burntown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Vandaag ben ik met deze sukkels en we gaan weer Cops & Robbers spelen. Deze keer mag ik de prachtige titel van bewaker op me nemen. Zijn jullie klaar? Ja. Ja. Mooi, ik sta en ik hoop dat het nu begint. Oh, hier. Oh, hey, ik snap het. Wat gebeurt er? Ik hoor niet uit! Ik hoor positieve geluiden van de groep. Doe het licht uit! Kom in de wc! Wacht, laten we snel ontsnappen. Ik ben dus nog nooit eerder politieagentje geweest. Dit wordt een nieuw avontuur, zeg maar. Hey, nieuwe dingen moet je gaan. Ik weet nu al niet hoe ik bij het begin wegkom. Oh, ik moet hier een pressure plate. Hey, to the prison. Oké, hey. Ik heb hier Jordi. Oh, je zit met z'n tweeën in één cel zeker hier? Ja. Oké, ik geef je deze. En dan mag ik 1 minuutje rondlopen. 1 minuutje? Maar dan ga je... Jij weet waarschijnlijk de weg al. Vind je geen fijne gedachte? Zal ik het doen? Ik weet de weg ja, niet. Dan mag Vincent 1 minuutje rondlopen. En dan wil ik wel mijn loonzaam terug. Ga eens naar de hoek. Ga naar de hoek. Hoezo? Ik sla wel naar de hoek. Kijk, dat gaat al... Kom maar, Vincent. Nee! Nou, 1 minuutje. Hé, meneer. Waar mag ik heen, allemaal? 60 tellen terwijl je rondloopt. Waar mag ik allemaal heen, meneer? Je moet wel tot 60 tellen. Als je dat gewoon doet, mag je heen waar je wil. Ik volg je wel gewoon. Ja, is goed. Psst, jongens. Ik heb een tattoo! En daarop staat de uitweg van deze gevangenis! Oh, pissebreak. Dat klinkt als een deur openen. Als je nog 1 deur opent, ik pak je met mijn grote stok. Hij gaat weer naar de kantine, jongens. Hij gaat een broodje halen, deze man. Bardo! Ja, gaat hij dan weer de map uit? Als je het maar probeert, Vincent. Je gaat terug naar je cel nu, mannetje, anders sla ik je dood. Ik wil niet bij Jordi. Oké, ja, hier. Ga maar naar Willem. Wil je hierin? Wat? Ja, oké, hier is erin. Je had ze kunnen bevrijden en gewoon weg kunnen rennen, maar je zit niet met z'n drie in de cel. Dat is een hele fijne gedachte. Hé, hey, het is een nieuwe. Laten we hem. Wil je misschien kan wel wat drugs mee? Hier, zo hier. Ja, dank u. Ik ben een goede bewaker. Ik deel drugs uit aan de gevangenen. Hier, geef me een lamp maken. Als je even. Bardo, als je die geeft. Als je er even eentje geeft, dan kan ik een lamp voor jullie maken. Dat heb je natuurlijk hartstikke hard nodig. Ik zing de chill. Voor extra chaos in de cel wil ik graag mijn stok uitdelen aan Bardo. Als de rest weg wil gaan, dan krijgt Bardo mijn stok. Nee, dat doet een dictator. Wij. Nee, jongens, weg! Weg! Ik ga mijn pijn en boog gebruiken hoor. Ja, hoi. Je kan je ook gewoon doodmaken, dan kom je wel zelf in de cel boven totdat Bardo overblijft, zeg maar. Hoppa! Wow. Is Bardo de enige over of is Vincent, Vincent is er ook nog? Oh nee, ik deed! Oh, ik zat heel netjes hier stil. Hier krijg je de stok, Bardo. Oh, thanks. Nou weer weg. Ik naar buiten, mag ik heel even naar buiten? Rick, heel even naar buiten? Waarom wil je naar buiten? Ik geloof dat ik naar binnen ga. Eén ding. Dat heb ik gewoon heel lang willen doen. Ja. Flikker op. Flikker op. Ah, nee, flikker op. Oké, ga je zelf maar weer in. Nee, flikker op. Alleen dat wou ik goed. Ik wou gewoon Jordi met. Ja, Jordi zit hier? Oh ja, hier zit Jordi, ja. Ontsnappen hier, ja. Ik heb mijn Atropia-wand, eindelijk! Hoe ben je dat? Atropia-wand was toch een gouden wortel? Oh. Hier, Jordi, we gaan een tripje maken vandaag. Oké, kijk eens wat ik heb, kijk. Jordi, ik wil aan jou vragen of je mij de uitweg kan laten zien. Dat ik alvast weet... Oké, schroefjes, Jordi. Ik laat je de uitweg zien. Ik doe het wel voor rustig, anders ga je met mijn pijn en ben ik genoodzaakt met mijn pijn en boog te schieten. Ik kan uitbreken. Dat doe je toch niet? Oh ja, ik weet alweer hoe het zit met die bibliotheek. Langzaam, Jordi! Of ik schiet! Jongens, vrienden, nee, kuthoer! 1 pijl, hoppakee. Nee, lekker ding. Nee, maar ik weet niet hoe het echt is, want er zit een geheime gang. En je bij die boekenkasten, hier, toch? In deze kamer. Bij die boekenkasten, dat weet ik wel. Nee, die is daar weggehaald, hè? In andere kamer. Jordi. Show me more. Je opent door binnen Rick, van een speciale Rick, ziek. Rick, je vergeet mij. Rick, alsjeblieft, je vergeet mij. Jullie zitten allemaal boven nu, toch? Of zit nee, Bardo ik niet. Op Bardo zit hier. Ik wil eerst even die mensen boven een beetje weghalen, anders zitten jullie zometeen met z'n vier in één cel. Dat gaat natuurlijk niet goed. Ik zat er als eerst in. Oh nee, Juri. Ik wil eigenlijk even één van jullie een celletje opzij doen. Alleen de vraag is wie, zonder dat jullie allemaal tegelijkertijd eruit gaan. Ik doe wel normaal dit keer. Ik kan je helpen. Rick. Ik doe wel normaal dit keer, Rick. Doe je dat? Kan je normaal doen? Ik kan hem af en toe. Ik ook.
Ja, maar ik, of... de rest moet weg bij de deur. Anders komt er niemand vrij. Anders ga ik naar Bardo toe. Ja, ja. Iedereen bij de deur. Iedereen bij de deur. Ik zou Juri ook even weg willen gaan? Ik ben heus wel dat je er staat. Oh, die staat daar. Nee! Kan ik toch niet? Oké. Okay. Rick, kom maar, Jordi. Mag ik wel één dingetje doen als ik naar beneden toe loop? Nee, misschien. Nee, kom, volg mij. Als je me rustig de uitgang laat zien, laat ik je vrij. Als, oh, oké, okay, dat is goed. Dat is makkelijk. Maar wacht, ik wil wel eerst één dingetje doen. Wat is dat? Is het Bardo vrijlaten of is het Bardo slaan met de stok? Nee, iets anders. Het is waarschijnlijk Bardo slaan met de stok. Ja, bitch! Hé, wat? Ik had hem dicht gedaan, Anus. Wat schreef je? Ik dacht dat je vrij liet. Nee, ik sloeg hem. Hij liet me vrij. Rick, zeg dan even, als je... Jordi zeg zit het dan. Vol met pijlen opeens. Rick. Help me, man. Ik ja, hem ja Jordi mishandelt je gewoon. Kom maar. Die man mishandelt je. Ik weet waar het einde is. Ik ga wel douchen. Ja, ik ga maar met je mee, als het mag van je. Mag ook de verkeerde douche nemen, Bardo, ik wacht wel buiten. Ik respecteer dat je schaamt voor je lichaam. Dus blijf lekker staan. Ik wacht buiten wel. Mag ik wel... Sorry. Oh, dit is ongemakkelijk, man. Dit is ongemakkelijk. Sorry, man. Ik ga weer weg. Sorry, ik werd te hardhandig. Sorry, Juri, ik werd te hardhandig. Nee, ik hou niet van... Waar zou Bardo nou heen gaan? Gaat er niet in het hoekje staan. Geef mijn stok terug. En dat je niet gewoon door de wc naar beneden duwen? Nee, Juri, ik hou mijn tanden wel in dit keer, oké? We gaan naar hun toe. We gaan dus terroristen. Oké. Wil je nog naar de kantine, Bardo, of niet? Oh ja, wat heb je daar dan? Niks eigenlijk. Je hebt een gat in de grond en dan kun je naar een hele grote kuil vallen. Hartstikke leuk. Juri probeert alleen maar. Rick, anders gaan we gewoon... Kom, Juri. Sperman, flikker op. Nee, kom. Ga je maar, joh. Ja. En nu? Kijk naar buiten. Jongens, als we allemaal door elkaar praten, kan ik helemaal niks meer volgen. Ja, even iedereen die door elkaar, want die is echt stil daar, ook voor de video. Yo, Rick, hier is de trap. Oh, cool. Toppie. Sip hier. Mag ik in een andere cel? Hier. Oké, daar kom je niet bij. Kijk hier, Jordi. Dit zijn de gewichten, Bardo. Je kunt lekker aan je spiertjes kweken, man. Je weet dat is de deathmatch arena. Daar kan je twee van je mensen, zeg maar, van jouw mensen, Rick, kan je daar laten vechten tot de dood. Maar je hield toch veel te snel om te blijven leven tot de dood. Je dus kan net meer die leven niet pakken. Dat lijkt me leuk. Hier kwamen we vandaan. Ik vind het best leuk om, zeg maar, een cagefight te doen tussen twee van mijn inmates. Dat vind ik wel leuk. We kunnen toch vier doen? Met z'n allen vier tegen elkaar. En dan kun je ook gewoon in de cel doen waar je nu in zit. Nee. Degene die wint, die krijgt een stok, vind ik. Oh, dat vind ik wel leuk. Neem je gewoon de stok af van Bardo? Nou, kom maar, Bardo, we gaan weer terug. We gaan Jordi en Vincent en zo halen. Oh, is goed, ik ga met je mee. Ik heb zoiets... En hij rent weg. Kijk, als je meewerkt met Rick, dan ga je tenminste niet dood. Oké, ik werk mee. Ik ben een hele lieve jongen namelijk. Als je hem echt leert kennen, ben ik echt gigantisch lief. Schijnt. Als je slaapt. Alleen op zondagen. Alleen de mensen tegen die ik dood maak, die geven geen reviews van mij, want dan zijn ze al dood, dus dat scheelt. Ik krijg alleen maar positieve reviews op die manier. Ja, het werkt. Net zoals je in een hotel bent in het buitenland, je geeft gewoon geen internet, zijn geen negatieve reviews over je te vinden, hoor. Bardo. Slim. Jordi. Oh, maar Jordi, wat was je plan? Want hoe wil je een cagefight doen als jullie allemaal geen wapens hebben? Nee, gewoon met de hand. Maar dat red je er nooit, want je hield er veel te snel. Nee, niet veel te snel. Nee, dat is niet zo snel. Kijk maar. Het werkt in ieder geval. Wijs even dat het kan. Maak even één iemand dood in de cel. Wijs even dat het kan. Oké. Ja, maar dat ze niet allemaal bij elkaar gaan staan. Okay, we maken Vincent dood. Nee! Vincent, even niks doen. Dit hoort bij het plan. Ik ben altijd het haasje. Vincent, dit hoort erbij. Ik ben altijd het haasje. Weg. Duurt alleen eventjes, Rick. Geef me heel even. Geef me ook even. Bardo. Kom op nou. Bardo. Hoeveel hitpoints heb je nog, Vincent? Ik heb wel watjes vol. Wat? Bardo. Jij? Oh, laat maar zitten, dan gaat het niet. Ja, dat bedoelde ik dus. Nee, ik heb nu gewoon nog Waar de fuck? Oh wacht, ik heb nu 5 hartjes. Waar de fuck is Bardo heen? Mag ik eruit? Waar de fuck is Bardo heen? Het kan! Nee, maar Bardo is in de tussentijd al lang weggelopen en ik heb geen idee waarheen. Mag ik eruit? Ja! Vrijheid! Ja! Rick? Nee, jij weet niet waar de uitgang is, of wel? Nee, ik heb geen idee waar de uitgang is. Oké, ik ga eens een Bardo zoeken, jongens. Ik was zo Rick, afgeleid door Jordi. Dat nee, ik Bardo kwijt ben. Bardo komt er nooit uit, serieus. Je moet echt een bepaald aantal cryptische dingen doen voordat je eruit kan. Ja, dat dacht ik al. Hij zit in ieder geval niet bij de douches. Dat had ik verwacht dat hij zou zitten. Ja, maar geloof me, Bardo komt er echt niet uit. Ik wil plassen, ik heb honger. Ik wil plassen, ik heb honger. Jordi, ik ga jou instellen. Als mede, omdat je het vorige keer zo goed ging tussen ons, ik geef jou mijn zwaard en dan moet je me helpen Bardo vinden. Ja, oké. Jordi, lijkt me. Is het een deal, Jordi?
En nou, als je Bardo vindt, geef ik je je vrijheid. Doen we het okay. zo. Oké, en ik dan? Honger! Nee, jij niet. Ja, ik wil een andere kamer. Ik vind een rotkamer. Gaan we even weg bij de deur. Ja, Jordi staat er. Ga er maar doorheen. Ik wil een andere kamer. Hier is bezwaard. Dankjewel. Ik ben een redelijk stuk sterker, dus ik zou niet proberen me te gaan slaan. Nee, dat mag wel even kijken honger, of hard je ik heb honger, doet. Ja, doe ik heb honger. Ik heb honger. Doet echt helemaal niks, ik hiel gewoon meteen. Oh, wauw, awesome. Dus ik kan eigenlijk alleen. En als ik met ik mijn heb hand honger, sta... ik heb honger. Rick, laat me eruit. Nee, weg. Wacht, als jij Yuri naar de kantine toe brengt, dan ga ik Bardo opzoeken. Haha, mis. Nee, ik wil je wel helpen met het zoeken. Oké, ik ben Yuri naar de kantine en dan zoek jij Bardo. Dat is een goede deal. Ja, is goed. Ik ook. Zweertje, als Jordi mij ooit weet te vinden, geef ik hem een euro. Ik volg dat je. Wil ik zien. Vincent, kom maar mee. Die euro wil ik ook wel zien. Yuri, weg bij die deur. Die euro wil ik ook wel zien. Eindelijk een euro van Banjo Town. Eindelijk de eerste Banjo Town euro is binnen, jongens. Ik loop bij jou af. Ah, Vincent, weet je waar de kantine is? Zeggen, de ene plek waar je al die glasbokjes kapot maakt, jij daarin. Gaan we lekker broodje voor je halen. Ja, hey Jordi, ik zie je. Hey Bardo, jou ook hier. Yo, kerel. Waar was hij, Jordi? Nee, ik heb hem niet gevonden, dat is het punt. Ik heb hem niet gevonden. Maar jou het... wel, dat is het punt. Daar loop je. Nee, dat is Jordi. Rick. Dinges. Nou, we zijn in de kantine hoor. Leuk hoor, dit. Kan ik je kopen dan? Voor 5000 Jordi euro's kun je vrijgelaten worden. Ik heb honger! Ik heb honger! Even zitten. Ook hier. Maar hier zo. Ik heb honger! Godverdomme, Yuri, je weet het wel. Kunnen we even Yuri op zijn bek slaan? Hij is verschrikkelijk irritant. Mag ik een andere kamer? Volgens mij is Yuri hier mijn bewustzijn aan. Vincent, ik geef je de stok en dan moet jij Yuri even op zijn bek slaan, oké? Ja, ik train je eventjes als bewaker. Oh, sorry, dat was ik. Dat was ik. Ik Jordi. Nee, maar dan weet ik in ieder geval dat hij daar niet zit, zeg maar. Ik heb honger. Yuri, waarom doe je ons dit aan, man? Stop met honger hebben ofzo. Volgens mij gaat er nu ook een weg. Ik wil eten. Momenteel is trouwens iedereen vrij, behalve Yuri. Ik wil eten. Behalve Yuri. Ik zit hier al 50 jaar zonder eten. Ik heb zo'n honger. Oh, weer dat standaard 50 jaar verhaal. Serieus, kom eens een keertje met wat anders. Ik heb Vincent opgesloten. Jij wilt hebben! Ik moet je slaan, het is dood van hem! Jordi, ik ga je helpen met je zoektocht naar Bardo. Ja, ik ben bij de bibliotheek. Hij is sowieso ergens op een hoekje gezet, dat moet je weten. Hij is sowieso Bardo, ergens gezet. Bardo, ik heb je! Oh. Bardo, vuil, vies, tyfusbeest! Waar zat hij? Waar zat hij? Rick, ik had hem! Ja, oké, okay, nou, kom naar me toe. Laat even de uitweg zien, dan mag je eruit. De uitweg, ja, dat is... Hallo, dood Yuri, dan kan ik vrijgelaten worden! Ben jij in de storage? Geef mij die stok, doe mij die stok. Nee. Je denkt je een stok. Geef mij de intro op je hand, jongen. Nee. Ik ben klaar. Bardo, help me. Bardo. Nee, ik moet hem slaan. Dan mag ik vrijheid. En dan kan ik Bardo ook vrijheid geven. Jongens, ik wil gewoon even met Jordi het stappenplan doornemen. Als jullie allemaal schreeuwen, dan komen we zover. Ja, nu even stil, oké? Even stil. Ik ben het eens met Rick. Ik ben heel benieuwd hoe deze map nou werkt, dus ik volg Jordi eventjes. Oké. Nou ja, er zijn dus meerdere manieren om te ontsnappen dit keer. Ja. En... Wacht even. Het is net Prison Break, want Jordi is een inmate en hij weet de weg. En ik heb een tattoo op mijn rug. Ja, en Jordi heeft een tattoo en hij heeft een shirt aan, dus dat kunnen we niet bewijzen. Jongens, kappen. Deze moet open. Eigenlijk niet, maar... Oké, doe maar niet. Dit. Daarheen en dan? Nou, en dan activeer je deze. Wat moet je activeren? Die. En dan... Okay. Alsjeblieft. Sluit je me jongens, op. Ik heb hem opgestoten. Ik heb hem opgestoten. Ik doe de deur open. Hij zei Jordi. Jordi. Fucking Jordi. Ik geef toe, dat heb je heel goed gespeeld. Go. Ik weet de weg. Kom op, let's go. Wat een help ben je ook. Hierheen. Naar beneden. Mijn plan was, ik laat Jordi de weg wijzen en dan maak ik hem dood. Ja, alsjeblieft Rick. Dit heb je echt heel slim gedaan. Ik dacht, een knopje, dit gaat goed. En dan, applaus. Je hebt gewonnen. Applaus. Ik ga niet eens kennen. Ik wil de uitweg laten zien, maar... Ik weet het ook. Rick zit vast. Ik trap je. Ja, laat me even vrij, dan geef ik allemaal armor aan je. Mag je de uitweg laten zien? Nee. Je legt alles bij de deur en dan doe ik afstand van de deur. Mag je alles? Zo, gaan we dat doen, jongens? Waar was die gat? Waar is de exit?
Ja, wat was dat nou? Was ja, dat is nog redelijk ver zoeken, zeg maar. Ik weet ongeveer nog waar het was. Wil je dat doen, Jordi? Dan krijg je allemaal spullen. Oké. Gaan we proberen. Bardo, jij mag niet onderhandelen met Prisoner. Ik zit vast! Doe! Jongens, druk op die button! Nee, Vincent. Ja, ik zit vast nee, in Vincent, die Vincent, of niet, zeg maar. Maar er zijn dus echt twee manieren om te ontsnappen. Oké. Okay. En dit was zeg maar de moeilijkste manier. Oké. Okay. Maar het is wel de manier leggen? Oké, doe maar, droppen. Die... Or. Ik zit in pistol. Rick! Dit is je kans! Rick! Denk het niet, nope. Ik heb nu het armor, dat is het punt. Ja, kut. Ik dacht, ik pak je voordat je het armor aandoet. Dan kan ik je hebben misschien. Ja, maar door de bar of kut. Nee, kom hier. Ik had je wel één keer gedamaged nu. Oh, damn it. Kut. Rick, je bent het heel erg aan het verneuken. Ik had hem bijna weer. Fucking. Hé, hey, ik hou mijn boog gewoon, dat is fijn. En ik heb de boots, blijkbaar. Ja, je hebt één van die armor dingen. Oh, wow. Als we... Maar ja, Nou ja. Ik heb gewoon verloren dit keer en de robbers hebben gewoon gewonnen. Want ik vind dat jullie gewonnen hebben. Door Jordi's geniale move, hoor. Kunnen jullie mij nog zien? Hey, Jordi. Ik wil gewoon proberen te ontsnappen, please. Zou ik dan maar een ontsnapping laten zien? Want ik heb zojuist die button geactiveerd. Kom mee, Rick. Ik vond het. Ik ga even naar de bibliotheek toe lopen. Maar jongens, dit moeten we vaker doen. Ik vond Jordi's move Vincent, goed. Vincent, druk jij hem in? Wat zijn ze aan het doen? Nee, niet daar naartoe. Nee, niet die. Yes! Dat is de verkeerde. Er zijn er twee boven in de bibliotheek. Oh, Bardo, klik eens op die knop. Bardo, de andere kant. Bardo, klik op die button. Die houten. Nee, ik zit vast. Bardo. Heb je zelf gedaan, Vincent? Godverdomme. Ja, godverdomme. Goed is... ik hielp je, alleen jij verneukt het. Godverdomme. Oh, ik moet jou helpen, Api. Oh, wacht even. Volgens mij... Nee, dat was die button helemaal niet voor dan. Huh? Was die button... Nee, heb ik hem zojuist langsgelopen? Nou, oké, er zit hier in ieder geval... Nee, niet die. Dat is hem niet. Oh, dat okay. Daar zit Vincent de normale exit. Maar, Rick, er zit hier dus achter... ook een exit hier ergens, achter deze boekenkast. Nee, niet doen! Fucking Rick! Ja, Jordi, waar ben je? Achter deze boekenkast zit dus nog zo'n... Oké. ...opening. Wel geheim aan de Frank Bibliotheek dus. Ja, er zitten twee geheimen. Ik weet alleen even niet waar die zit. Ten. Ik heb namelijk wel de dingen overgehaald, de button. Dus het zou... Ja, Warner's of leuk voor je. Nou, hier zit niks. Nou, in dat geval, zoek het maar ergens anders op YouTube. Ja, wij van Biontown hebben het antwoord niet voor je. Het spijt ons. Nee, amen. Maar hoewel, Rick is wel een comeback aan het maken. Wat bedoel je? Nog twee in de bakken, je bent terug op je pad, zeg maar. Ja, maar Jordi is onmogelijk dood te maken. Hij heeft een groot deel van mijn armor. Ik hoopte dat Jordi mijn arm binnen zou gaan, mijn armor zou pakken. En voordat hij het aan kon doen, ging ik hem raken. En dan had ik hem ineens schot dood. Had ik mijn armor terug en was ik vrij. Was ik maar ontsnapt. Maar Jordi kreeg het armor van mij door de deur heen. En daardoor hij het gewoon kon pakken. Ik had het in de andere hoek van de kamer moeten leggen ofzo. Want ik dacht, Jordi valt het vast niet op als ik mijn bogen achterhoud. Dat valt vast niet op. Nee, ik wist het wel. Maar je zwaard is het sterkst van allemaal. Je zwaard is het sterkst van allemaal. Nee, de knockback doet... hij doet alleen maar knockback, deze. Dat is de stick bedoel je, of dat is het ding? Nee, die dinges. En Jordi is weer in de bak! Oh! Game mode 1! Nee, oké. Okay. Cocaine. Dan nog een ronde of... Wat? Nog een rondetje? Ik vind het best. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Geef even een like als je meer Kopse en Robertse wil van ons. Want ja, ik vind het best leuk om te doen. En misschien, kijker, vind jij het ook leuk om te kijken. En dan kunnen we zeg maar zo samen wat mixen daarvan. En heb je opeens iets leuks op de YouTube. Heel aantrekkelijk. Iets leuks op Banjotown? Huh? Wat? Ja, dat is. Hoe kan dat nou weer? Het is onmogelijk. Dus bedankt voor het kijken. Tot misschien ooit. Doei! 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 Doei!